Dag allemaal, daar ben ik weer. Ja, het duurde even, maar vandaag een drukke dag gehad met wassen, opruimen. Je kent het wel, wat zo'n hele vakantie met zich meebrengt. Als je terugkomt, dan ben je rete druk. Maar goed, het is allemaal gelukt. Bart is nog, kijk, ik heb het goed voor elkaar. Taken zijn goed verdeeld. Bart is nog steeds bezig, taken zijn goed verdeeld. Inderdaad, ik ben niet zo snel. Nee, oh nee hoor, zo'n schatje. We kregen nog even bezoek. Dus vandaar dat we nu nog de boel aan het opruimen zijn. Maakt niet uit. Nou, heerlijk. Weer terug in ons eigen huis. Het huis was een spik en span. Want, en over anderhalve week trouwens, gaan wij weer op vakantie. Met alle kinderen. Dan gaan we gezellig naar Bretagne. En nu zie ik iedereen denken van, nou, waar doen ze het van? Hè? Dat zou ik ook denken. Weer op vakantie. En lukt het? Ja. Ja, dat hoor ik. wij doen aan huisruil. Dus dat betekent, zoals afgelopen week, dat de mensen uit Barcelona, die zaten in ons huis, die waren in ons huis met twee kinderen. En wij zaten gezellig in het appartement in Barcelona, 10 minuten van het strand. Hoe leuk is dat? We zijn lid van de site Huizenruil. Kost geloof ik 100 euro. Wat? 100 euro? Nou, 100 euro per jaar. En dan heb je eigenlijk geen accommodatiekosten als je op vakantie gaat. En het is mij heel erg goed bevallen. Het was de eerste keer. Ik vond het ook wel spannend. Want ja, je laat je huis toch achter aan mensen die je helemaal niet kent. We hadden een leuke map gemaakt met alle bezienswaardigheden. Hoe de dingen hier werken in huis. En een welkomstdrankje neergezet. En ook wij troffen in Barcelona een flesje wijn aan. Met wat lekkere worstjes als welkom. En nou, het is echt ons super goed bevallen. Alleen de tuin. Ik weet niet of we het kunnen zien in het donker. Ik loop even naar buiten. Die mensen hadden namelijk geen balkon. En geen tuin. Oh, Bart heeft de deur op slot gedaan. Die denkt dat de inbrekers over de sloot zwemmen hier. Met de televisie in hun hand. Wat? Ik ben bang dat je wegloopt. Oh, hij is bang dat ik wegloop. Nou, dat zal wel meevallen, toch? Kijk, we gaan even naar buiten. Gezellig. De lampjes branden. Oh, het wordt wel heel erg donker. Ja, maakt niet uit. Toch? Het is ook wel spannend. Oh, mijn vinger voor de camera. Ik moet nog vlogles krijgen van mijn dochter. Waarschuwing. Oh. Ik kan de flitsen niet gebruiken, nou dat hoeft ook niet. Kijk, nou het is niet te zien eigenlijk. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de hangplanten die buiten hangen zijn helaas overleden. Maar goed, god wat ziet dat er leuk uit met die verlichting. Gezellig hè? Nou, ik loop in de binnen. Dus dat is even mijn tip voor iedereen die low budget vakantie wil. Doe aan huisruil. Is erg leuk. Je kan overal in de wereld naartoe. Maakt niet uit. Je moet wat verzoeken uitzetten. En leuk profiel aanmaken op Huizenruil. En dan komt het helemaal goed. Groetjes maar weer. En volgende keer weer meer nieuws.